We gaan naar het andere onderwerp vandaag in deze maand in Takkie. En daarvoor hebben we uitgenodigd het hoofd van dienst openbaar vervoer van het ministerie van OWTNC, de heer Sherwin Fallis. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in deze maand in Takkie. Wanneer we praten over het openbaar vervoer, heeft het ook een sociaal karakter. Want de overheid subsidieert ook. Dan hebben we het over die particuliere lijnbussen, noem maar op, NVB-bussen. Hoeveel geld gaat er aan subsidie ook richting de burger en ook nog die bushouder om dat openbaar vervoer ook draaiende te houden? Goedemorgen meneer Dijkveld, goedemorgen kijkers. De dienst openbaar vervoer is slecht verantwoordelijk voor de particuliere lijnbussen. Mm-hmm. Wij hebben niks te maken met NVB. Ja. Dus dat is weer apart? Dat is los. Los. Ja. Dus eigenlijk moeten we zeggen, wat jullie doen, dan is NVB plus. Juist. Okay. Dus NVB heeft zijn eigen directievoering. NVB is ook deel van OWTC, maar ze zijn los. Er is inderdaad een sociaal karakter als je het zo bekijkt. De overheid subsidieert inderdaad de mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer. Mm. In de volksmond leek het erop alsof de overheid de buschauffeurs subsidieert, maar dat is het niet. Want de buschauffeurs, of tenminste de mensen die gebruik maken van de bussen, dat zijn passagiers. En het tarief is gebaseerd op een oud tarief. Mm-hmm. En om die compensatie van het oud tarief en een huidig tarief een lijn te krijgen, is er dus een subsidiemoot in het leven geroepen. Mm-hmm. En dat is al vanaf 2012, als ik het goed heb, vanaf 2011, houdt u me ten goede. De bedragen verschillen. Het hangt er vanaf als je hebt gereden, het hangt er vanaf als je vierde te hebt gereden. Het hangt ook vanaf de afstand welke de bus aflegt. Ik geef een voorbeeld, een bus die bijvoorbeeld PL rijdt, of een bus die in het binnenstad rijdt, het tarief is misschien anders. Maar het verschilt. Maar dat de overheid subsidieert, dat is inderdaad zo. Maar is er, kunnen we zeggen, van nou, op kwartaalbasis geeft de overheid een x-bedrag uit? Ja, de hoogte daarvan? De overheid geeft op kwartaalbasis, variëren, tussen de 6, denk ik, houdt u me te goed hoor, tussen de 6 en 7. Miljoen SRD. Ja, tussen de 6 en de 7 miljoen SRD. Dat subsidieert op kwartaalbasis. Dus je moet rekening houden, er zijn 1500 tot 1600 lijnbussen verspreid over heel Suriname. Het zijn, je hebt Zuid de stad, je hebt West de stad, je hebt Noord de stad en je hebt Oost de stad. En je hebt natuurlijk ook het routennetwerk in Paramaribo. Ja, dus als we moeten nagaan, 7 miljoen SRD op kwartaalbasis maal 3 is 21 miljoen aan subsidie binnen het openbaar vervoer. En dan hebben we dan nog niet meegenomen dat van de NVB-bussen. Nee, dat hebben we dan, nog niet meegenomen. Maar dan de vraag, wat krijgt de gemeenschap aan dienstverlening daarvoor terug? Moet de gemeenschap daarover tevreden zijn? Nee, de gemeenschap moet sowieso niet daarover tevreden zijn. En wij als dienst openbaar vervoer zijn sowieso ook niet tevreden over de dienstverlening. En ik ben daar heel eerlijk in. Maar je moet, wanneer je die dienstverlening wil optimaliseren en die dienstverlening wil verbeteren, dan moet je weten wat je hebt. En je moet ook weten waar je naartoe wil. De dienst is op dit moment gaande om plannen die zijn geschreven bij mijn aantreden vorig jaar uit te voeren. De controle is daar één van. De vergunningsvoorwaarden is daar twee van, omdat het moment dat iemand een bus rijdt als chauffeur en een busvergunninghouder is, moet die voldoen aan een aantal voorwaarden alvorens hij in die bus mag stappen als chauffeur, maar ook alvorens hij een vergunning krijgt. En dat zijn voorwaarden die eerst dateerden van toen. We hebben de voorwaarden per 7 augustus 2019 inderdaad weer aangescherpt, omdat de bushouders verschrikkelijk vindingrijk zijn. Maar dat houdt je scherp. We hebben dus die vergunningsvoorwaarden aangescherpt. En met die vergunningsvoorwaarden in de hand kan je die controle op loslaten om die dienstverlening te verhogen. Ja, we praten over wat het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie allemaal doet als het gaat om het openbaar vervoer, het reguleren daarvan. Afgelopen vrijdag was er een dependance geopend in het district Para. We gaan ook naar deze beelden. Wij hebben dus dat moment ook. Aan u de vraag, wat is eigenlijk dat ultieme doel? Het ultieme doel is dat er eerlijk en betrouwbaar vervoer op de wegen komen. En eerlijk en betrouwbaar vervoer is niet alleen
dat de passagier moet rekenen dat die in een busstap van plek A naar plek B vervoerd wordt. Maar eerlijk en betrouwbaar openbaar vervoer wil ook aangeven dat de bus waarin de passagier stapt aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dat we geen bussen hebben die vanwege hun het remmen doorrijden. Begrijp je? Dus er zijn een heleboel aspecten waar we naartoe willen. Maar het gaat voornamelijk om eerlijk en betrouwbaar openbaar vervoer. Het gaat om eerlijk en betrouwbaar openbaar vervoer. En we hebben dus deze beelden ook voor u ter illustratie. Om dat dan aan te geven. Hoe het dus afgelopen vrijdag eraan toe is gegaan. En daarbij hebben we ook een gesprek gehad met de districtscommissaris van Para. Dat is dan DC Armand Jurel. Hij was er heel blij om. Nu zien we ook de ballonnen erbij. Een pracht van een gebouw. En we zien ook de directeur van TCT in beeld. Ook nog, dat is dan de parlementariër, de heer Patrick Kensenhuis. En het moment kregen we dus nu. Zo is het eraan toegegaan afgelopen vrijdag. Waarbij we dan in het district Para een eigen dependance hebben. En dan is de vraag van, is het dan ook in elk district zo? Daar gaat de heer Valies zo meteen ook antwoord op geven. Of het in elk district zo is dat er een dependance is. En of dat ook de wens is om dat te doen in de verschillende districten. En dan krijgen we dus de onthulling van het naambord. En dan krijgt u dat dan zo te zien. Het directoraat Transport en Communicatie, dienst openbaar vervoer, Para. Een heel groot moment voor het district. We hebben niet lang gewacht. Als je het relativeert naar het moment of op het moment toen het mij werd gevraagd om dit deel van Para ter beschikking te stellen. Ik denk dat het in november 2019 moet zijn geweest toen de vraag aan mij werd gesteld. En daarna neem ik aan dat men het project is gaan schrijven, men heeft de processen moeten doorlopen, het budget moest worden vrijgemaakt en dergelijke. En op 18 februari zijn ze geweest en men heeft aangegeven dat ze gaan starten. En 18 februari en vandaag is, we leven nu 6 maart. Je moet even nagaan hoe snel dat is gegaan. Ik vind het fantastisch, de prestatie die hier is verricht, echt wel. Inderdaad is het zo dus dat zeg maar een handicap was in het openbaar vervoer. Ik heb aangegeven dat er zo'n 23.000 mensen in Para wonen. Er zijn 5 bestuursresorten. En het is natuurlijk heel belangrijk voor de mensen die gebruik maken van openbaar vervoer, om van huis naar school te gaan, om van huis naar werk te gaan, vice versa. Maar dat de overheid ervoor zorgt. Het is de plicht van de overheid om ervoor te zorgen dus dat het openbaar vervoer goed gereguleerd is. En dat er natuurlijk wordt gelet op de voorwaarden waaraan de diverse ondernemers in deze branche, dat ze zich daaraan houden. Voor mij is het een uniek moment. Ik ben blij voor de bevolking van Para, ook voor de Surinaamse mens. Want ik hoop dat met deze aanzet, dependance, dat zeg maar het openbaar vervoer tot grotere hoogte zal worden gebracht. En dat de behoefte van de Paraanse mens om gebruik te mogen maken van het openbaar vervoer zeg maar wordt bevredigd. Dus het is een prima gedachte. Ik weet het goed wat er allemaal hier gebeurt in het district. Het is weer een van onze. Ja, en dat zei dan de districtscommissaris Armand Jurel van het district Para. Meneer Valies, moeten we ervan uitgaan? Want ik denk dat dat ook leeft bij de bevolking. Er is nu een dependance. Dus dat we een takkie, te manting, dan gaat het niet, dan openbaar vervoer, bus, orij, contact bijna hier die naar Para. Nee, u moet het niet zo zien. Er werd al gereden. Ja. De controle, dat gaan we nu oppakken in Para. Er zijn verschillende lijnen, er zijn verschillende lijnbussen die rijden in Para. De weg Sanderij naar Paramaribo is een verschrikkelijke drukke ader. Je moet controle hebben. En het plan was, als we een dependant zetten op Para,
Dan hebben we Sanderij gecoverd, Lelydorp gecoverd, de weg. Zodat we de capriolen van de buschauffeurs niet meemaken. Mm-hmm. En natuurlijk alle andere administratieve dingen die bij komen kijken bij de dienst, is dan daar een dependance. Mm-hmm. Maar u moet dit zien in het verlengde van het ordenen van die sector. Een dependance op Para, we willen ook een dependance op Saramaka. Mm-hmm. We willen ook een dependance tussen Saramaka en Koroni, omdat we die weg hebben van Nikeri naar de stad. Mm-hmm. Waarbij we ook de Guyanese hebben die komen, die er mm-hmm. ook een potje van maken. Maar ook de mensen die gewoon in een bus stappen, moeten verzekerd zijn dat er een controlepost is van de mm-hmm. dienst, die de chauffeurs die deelnemen aan het verkeer vanuit openbaar vervoer, weten dat mm-hmm. er controle is. We willen aan de Kopenhamenstraat ook, precies daar bij die scholen, omdat het daar een troep is wanneer de school uit is. Nee. En verschillende lijnen rijden op die weg. En we willen in het noorden ook een controlepost. Een controlepost hebben. Maar er zijn twee zaken die ook hier aan kleven. Dat van de passagier, het belang van de passagier. Vaak genoeg hoor je van nou, de busroutes worden niet volledig uitgereden. De kwaliteit, daar schort er toch wel wat aan. En op een gegeven moment komt men ook laat aan het werk omdat men in een bus zit. Ja. Ja. Dus dat is inderdaad zo. We zijn op dit moment bezig, het is ook in het plan vervat, modaliteiten bezig om via een ICT-manier de bussen te kunnen volgen. Zodat wij dan binnen kunnen monitoren als de bus de volledige route heeft uitgereden. Hmm. Het moment dat we dat hebben, dan hoeven we lijfelijk niet aanwezig te zijn op straat om te controleren als die bus werkelijk rijdt. Dat is dus één. Men klaagt over filevorming. Men klaagt erover dat buschauffeurs andere routes rijden om sneller aan het werk te komen. We hebben die geluiden ook gehoord. Maar je kan een ordening in een sector, kan je niet alles tegelijk doen. Je moet een stappenplan hebben. En op dit moment is controle vanuit de dienst het belangrijkste. En dan het volgende dat we gaan doen is dan de bussen sec controleren op hoe ze rijden en waar ze rijden. En dan praten we over de bushouder. Ja. We horen vaker over tarieven, dat subsidiebeleid. En op een gegeven moment hoor je ook vaker van ja, men wil in actie gaan. Dat heb je niet alleen in deze regeerperiode, ook de vorige, ook bij vorige regeringen. Maar we horen ook vaak van ja, en dat hebt u daarnet ook beaamd, er wordt veel geld gestopt in de sector. Ja. Er wordt inderdaad veel geld die jugu-jugu elke keer. Dus die vraag zou je het best moeten stellen aan de vertegenwoordigers van de vertegenwoordigers van zij die de bussen vertegenwoordigen, om het zo te noemen. Het is niet mijn gebied om te praten over tarieven, omdat ik daarover helemaal niet ga. Dat is des directie en des minister. De bond heeft de verantwoordelijkheid. Ik heb een verantwoordelijkheid als dienst openbaar vervoer. Als de bond vindt dat zij aan tariefsaanpassing moet doen en dat moet bespreken met de minister, is dat haar goed recht. Ja. Vandaag hebben we dan gesproken over het openbaar vervoer. Er is zoveel waarmee men dan bezig is. En we praten eigenlijk ook over het sociaal-economisch belang binnen deze sector. Dat wordt wel goed onderschreven door het ministerie. Ja, sowieso. Als die subsidie er niet is, is dat tarief sky high. Dus dat moet wel een gegeven zijn. Die subsidie is er voor de mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer. De overheid subsidieert geen bussen omdat de bussen rijden, chauffeurs. Nee, de overheid subsidieert passagiers die gebruik maken van de bussen. Ja, goed. En dat zien we dan ook zo qua beeld, om u ook zo een illustratie te geven. Hoe ervaart u het werk tot nu toe? Het heeft veel uitdagingen, veel stress. We hebben te maken met een mentaliteit die we moeten ombuigen. En niet alleen bushouders of vergunninghouders, ook passagiers. Omdat het een wisselwerking is. Als de passagiers zich houden aan regels die ook zijn voorgeschreven, die ze misschien niet kennen, maar die wij kenbaar moeten maken. Ik ga een voorbeeld noemen. Een passagier stopt niet, staat niet bij een bushalte. Ja. Een passagier staat op de hoek, ziet wanneer die bus komt en zegt, "Hi chef, take me down." Die bus stopt precies op die hoek, omdat die passagier daar staat. Die bus kan niet rijden zonder passagier. Als die passagier gaat staan bij die bushalte, dan moet die bus stoppen bij die bushalte. Dus het is een hele mentaliteit. De dienst heeft ook uitdagingen. Controle is daar. We krijgen dagelijks
beelden, we krijgen dagelijks berichten. Omdat er ook een tiplijn is in het leven is geroepen. Van chauffeurs die of hun route niet uitrijden, chauffeurs die of roekeloos rijden. Chauffeurs die tekeer gaan met passagiers omdat ze hun route niet hebben uitgereden. Dus het is heel uitdagend. Ja, goed. En hij gaat ook voor deze uitdaging, de heer Sherwin Fallies. Ik bedank u. Dank u. Vandaag bij ons te gast in deze maand in Takkie. We gaan naar een videoclip en we hebben gekozen voor eentje uit de oude tijd. No? Eentje van Barry White vandaag in deze maand in Takkie.